Hallo lieve Ram, welkom bij jullie maandreading, sterrenbeeldreading van mei 2024. We gaan vandaag kijken wat er voor de komende maand naar voren mag komen voor jullie lieve Ram. En zoals je ziet liggen er al kaartjes op tafel, dus we gaan gelijk beginnen met jullie reading. We krijgen als eerste All Tied Up, kaart 23, maak 5. Voelt ook wel dat je meer vrijheid wil. Dat je meer open wilt gaan staan voor wat er komen gaat. We hebben de Second Chakra, aartsengel Ariel. We hebben Trader, Exchange Energy to Create Abundance. Dus het is nodig om energie eigenlijk uit te zenden om ook creatieve overvloed naar je toe te kunnen halen. En we hebben innerlijk weten. Verwacht niet altijd bevestiging te krijgen door woorden, maar door intuïtief open te stellen komen antwoorden in vele vormen naar je toe. En dan kunnen we natuurlijk denken in vormen van synchroniciteit, van die aha-momentjes dat jij elke keer een songtekst hoort of een liedje. Of dat je in één keer aan iemand denkt en die persoon komt naar je toe en die ontmoet je in één keer. Er zijn heel veel boodschappen die een andere weg hebben dan in het aardse stukje. Nou, we gaan eens even gelijk beginnen. We pakken de tarot erbij en we springen gelijk de diepte in. Kijk eens. We krijgen de koningin van bekers. De vijf van bekers. De ster. Acht van staven. En de aas van zwaarden. Onderkant dek krijgen we de wereldkaart. Er is even een moment. Misschien zit je er al op dit moment in of gaat dat nog komen? Want iedereen heeft natuurlijk een andere tijdlijn als het is een collectief bericht. Er gaat een moment komen dat je merkt dat er nog een blokkerende energie op jouw tweede chakra zit. En dat kan te maken hebben met voor sommige vrouwelijke kijkers kan het te maken hebben met een... Ja, ik voel namelijk bij iemand heel sterk de baarmoeder naar voren komen. Dat kan dus te maken hebben met een verlies wat je hebt gehad. Misschien een zwangerschap wat niet voort heeft gezet. Overleden kindje. Waarbij jij nog iets op te lossen hebt. Innerlijk weet je dit misschien wel. Of word je er eigenlijk nu pas bewust van dat dat misschien nog wel een issue zou kunnen zijn. En hier ga je mee aan de slag. Ik ga er gelijk even kaarten bij pakken. Want het is, je hebt eerst wat andere stappen mogen doorlopen. En bij je als man aan het kijken kan dit natuurlijk ook zijn dat er een bepaalde vrouwelijke lijn in jouw DNA-streng zit. Die dus nu uitgezuiverd aan het worden is. Wat met jouw moeder te maken heeft of met je oma. Waarbij jij dus eigenlijk de doorbraak bent om iets te mogen ontkoppelen. Het is wel allemaal volgens het schema zoals het voor jou bepaald is. En hier gaat dus ook bepaalde boodschappen over doorkrijgen. Die synchroniciteit, innerlijke weten, innerlijke boodschappen. En dan zul je ook merken dat jij een nieuwe shift gaat krijgen. En die shift kan in meerdere vormen zijn. Maar ik pak even een extra kaartje erbij. We krijgen de koning van munten op kop. Met de zes van... Oké. Mag ik daar nog iets meer helderheid over? Oké. Ja, er is dus een... Ik krijg ook gelijk dat er hier iemand aanwezig is. Een jong zieltje. Ik krijg ook overal kippenvel. Wat mag ik hiermee? Wat mag ik doorgeven? Als ik even stil ben, dan probeer ik even in te tappen op de energie die hier bij mij aangesloten is.
Het is een heel verlegen zieltje. Oké, wat ik nu doorkrijg is bij sommigen dat je heel graag, misschien dus als jij aan het kijken bent, dus een kindje zou willen krijgen of, ja, of toen de tijd. Maar dat dat niet in een gezonde relatie was of niet met de persoon waarbij je eigenlijk ja, kinderen zou mogen krijgen. Dat kindje heeft er zelf voor gekozen om niet verder te ontwikkelen. En dit komt omdat dit zieltje wel terug gaat komen hier op aarde, maar in een andere vorm als wat toen de tijd bij jou gedragen werd. Dus de zieltje die hier voelbaar is, gaat binnenkort wel gereïncarneerd worden. En dat hoeft niet in jouw DNA-streng te zijn, maar het kan dus wel zijn dat je misschien als kleindochter of kleinzoon gaat krijgen. Of in de familiaire kring, dat vrienden of kennissen een kindje kunnen gaan verwachten. En dit zieltje die dus eerste instantie bij jou is geweest, die kan dus nu, ja, die komt weer terug en dit gaat succesvol zijn. En misschien is daar ook een wens over uitgesproken, dat je graag nog het zieltje wilt voelen of leren kennen of wat dan ook. En dat gaat dus wel gebeuren. De verbinding is er en dit zul je dan ook wel gaan voelen naarmate dit proces ontwikkelt in de groei van het kindje of wat dan ook. Dit voel jij. Dit is een diepe connectie. Jullie hebben eerder een connectie gehad. Maar dit is nu is het zieltje krachtig genoeg om ook met jou in communicatie te komen als het hier op aarde is. Dus daarom voel ik denk ik daar ook sterk die baarmoedergevoelens. Maar de wereldkaart ligt hier. Je zit er dus niet meer. Of ja, als jij dus gaat voelen van oké, ik heb toen een verlies gehad. Maar het mag weer terugkomen in een andere vorm als waar het bij mij toen bij mij kwam. Om welke reden dan ook het zieltje niet bij jou kon zijn. Dan kun je dit ontkoppelen en kun je die voltooiing verrichten. En dan kun je dus ook merken dat je weer open kunt gaan staan en dat die stroming ook in je tweede chakra weer geoptimaliseerd zal gaan worden. En dat heeft ermee te maken dat je dan nieuwe mogelijkheden mag gaan ontvangen om ja, toch weer nieuwe fundering neer te gaan zetten. Nieuwe passie in je leven te gaan ontdekken. Want het is wel iets waar je veel pijn en verdriet van hebt gehad. Maar dit pijn een stukje en het stukje verdriet heeft er dus wel, is om een reden dus geweest. Omdat het zieltje dus op dat moment zelf de beslissing heeft genomen niet bij jou te kunnen blijven. Om welke reden dan ook. Misschien was jij er zelf op dat moment niet stabiel genoeg voor. Misschien was je relatie niet zuiver. Misschien kwam het gewoon op het verkeerde moment. Misschien heeft het zieltje zich bedacht omdat het een te zwaar leven leek te krijgen. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom het, ja, iets stroomt zoals het stroomt. Veel pijn en verdriet heb je ervan gehad. Maar dit is wel nodig geweest om jou in een bepaalde rol van je leven te krijgen. Waarbij je dus merkt van oké, ik heb zoveel pijn ervaren. Ik weet hoe het is om zoveel pijn te ervaren als anderen over zo'n soort pijn praten. Dan weet ik, kan ik het qua empathische inlevingsvermogen, kan ik het ook ja, de ander misschien ondersteunen. En dit geeft jou eigenlijk de ruimte dat je daarom zo ver bent gegroeid. De ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, te ontdekken. In te gaan voelen van oké, inderdaad, iets kon toen geen succes hebben. Maar nu kan mijn wens wel weer verwezenlijk worden. Misschien heb je toen een wens uitgesproken. Dat je toch nog een kindje zou willen krijgen. Of dat je het kindje mag omarmen nog een keer. Dat gaat gebeuren. Dus het is wel een hele mooie specifieke boodschap van Lieve Rammen deze maand. Het kan ook zijn dat dit best wel wat weerstand in jou weer gaat bieden. Waarom gaat het weerstand bieden? Waarom ga je dan weer erover nadenken? Want dit is een lagere trillingsenergie en je mag juist. Wat ik doorkrijg is dat
dat je het misschien lastig vindt om los te gaan laten. Maar dat als jij deze reading komt bewust op je pad om de reden dat dit dan ook in jouw energieveld voelbaar gaat zijn. Dat het goed is dat je verdriet mag hebben. Dat je pijn mag hebben. Maar dat het zieltje wel weer terug gaat komen hier op aarde. Waarmee jij in het aardse bestaan ook nog kunt gaan connecten. Maar niet meer in een mama of papa band. Maar in een andere vorm. Moet die op kop? Dus er is toen de tijd een bepaalde vruchtbaarheid afgebroken. En die reden daarvoor is eigenlijk geweest, wat ik al zei, het stukje, het zieltje die niet in een bepaalde strijd wilde komen. Die niet die volgroeiing kon gaan voortbrengen. En zich eigen dus er niet aan over kon geven op dat moment. Om hier in het aardse iets stabiels neer te gaan zetten. Maar het gaat wel weer komen. Oké, wat mag ik daarover weten nog? En het zal een beetje een conflict energie zijn waar je mee te maken hebt. Maar hier ga je wel een weg in vinden. Dus de komende periode kun je dus met een bepaalde verwerking te maken hebben. Wat dus gerelateerd is aan, misschien... Wilde je heel graag kinderen, maar lukte het niet? Heb je een bepaald traject doorgelopen? Maar wat ik al zei, ben je als man aan het kijken, kan dit ook jouw moeder zijn? Of de energie van je moeder, of de energie van je oma? In ieder geval, in een familiaire lijn zit het wel. Het is nu aan jou om succes weer tot je te gaan nemen. Om de juiste stappen in de goede richting te plaatsen. Dat kan alleen als jij dus niet meer in die verweer- en verdedigingsmechanismen gaat zitten. Maar dat je er ook mee leert omgaan. Nu is het zo dat als het recentelijk is gebeurd, dan kan het natuurlijk heel pijnlijk zijn. Dan snap ik dat dit nog helemaal niet aan de orde is op dit moment voor jou. Maar dan mag je dus wel... in je achterhoofd onthouden van mijn lieve zieltje die bij mij was, die komt wel weer terug. En op dat moment zal de verbinding tussen jullie wel vernieuwd worden en hersteld worden. Voor sommigen kan het ook zijn dat het zieltje al terug is. In de zin van... in een kind al, want ik zie ook een kind van een jaar of 5, 6. Zo, misschien iets jonger, ik vind het een beetje lastig in te schatten. Maar dat je een nieuw buurmeisje krijgt of een nieuwe buurjongetje. Of komt een vriendinnetje met jouw kleindochter of je kind meespelen. Dat je zoiets hebt van, dit lijkt wel op dat het zusjes zouden kunnen zijn. Het zit dan in dezelfde familiaire lijn. En dat wil ik eigenlijk meer aangeven. Want je voelt die connectie dan. Die instant connectie voel je dan. En daar ga je dan ook verder op door. En dan zul je ook merken van inderdaad. Ik voel het nu. Ik mag het nu ook omarmen. En dat is lastig om uit te leggen. Ik voel de energie namelijk. Ik zie beelden voor me. En dan vind ik het lastig om uit te leggen, soms op beeld, hoe ik het voor me zie. En ik hoop dat ik het daarom ook wel goed overbreng, dat jullie het begrijpen. Dus mocht je vragen hebben en snap je iets niet helemaal zoals ik het verwoord heb, laat dan vooral een berichtje beneden in de berichtenbox achter. Dan probeer ik er echt met zo goed mogelijk woorden toch op terug te komen. Want wat ergens in eerste instantie dus een pijnstuk is geweest, wat toen niet verwezenlijk kon worden, wat je dus innerlijk ook wel voelde, daar ga je dus van ontkoppeld worden. En dat is ook gelijk het transmuteren van een pijnstuk. En dan zul je alle twee, jij, maar ook het zieltje, zal dus een hele mooie stroming mogen ontvangen. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje voor jullie, lieve Ram. Ik kies voor positieve gedachten en geniet van mijn innerlijke rust. Kijk eens, heel erg mooi.
Dit is jullie boodschap voor mei 2024. Het is een iets andere soort reading geworden als normaliter. Maar dat komt gewoon omdat er een zieltje doorkomt. Wat voor een groot deel dus ook nu ontvangen mag worden of gehoord mag worden. Laat vooral een berichtje achter als dit met jou resoneert. Of dat je het gevoel hebt van oké, dat kan wel eens mijn zwangerschap zijn geweest. Of mijn verlies. Of ik heb iemand leren kennen. En het voelt als mijn eigen kind. Of laat het vooral weten. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Voor nu is dit dus de reading voor mei 2024, lieve Ram. Ik wens jullie een mooie meimaand toe. En heel graag tot de volgende video. Doei doei!